heb een 2 januari nieuwe knie, totaal een nieuwe knie gekregen. Want ik kon geen trappen meer lopen zowat. Het ging allemaal heel moeizaam. En ik ben 1 januari in het ziekenhuis gegaan. En 2 januari om 8 uur geopereerd. En 8:15 was ik weer klaar. En de woensdag erop. Dus laten we zeggen, 2,5 dag later mocht ik weer naar huis. En ik heb me dus uitgesloofd. Ging allemaal perfect, ging allemaal goed. En na de tweede week toen bleek dat ik toch te veel had gedaan. En toen liep de knie vol met vocht. Waardoor ik heel veel pijn heb gekregen. En dat gun ik niemand. Want ik kan wel tegen een beetje pijn. Maar dit was echt heel vervelend. En ik heb dus een week lang moeten ijzen en rusten. En nu ben ik zover. Ik loop weer normaal. Met 1 kruk kan ik goed lopen. En in huis loop ik zonder krukken. En dan ben ik hier beneden bij de fysio. En dan heb ik lekker ijscompressen. En voorzichtig opbouwen naar de behandeling. Hoe is het voor u om weer terug te zijn in de Kuip? Ja, ik heb natuurlijk een goede maand ben ik dus gescheiden gebleven van de club. En hoofdzakelijk thuis gezeten. Dat is niet prettig hoor, want ik, ondanks mijn hogere leeftijd, zit ik graag hier. En ben ik graag onder de jongens. En ik was blij dat ik van de week in de kleedkamer. Ik ben dinsdagmiddag hier geweest. Bij de mensen allemaal even gedag gezegd. En gisteren ben ik dus voor de eerste behandeling geweest. En dan komen al die knullen allemaal leuk naar je toe. En dat is hartstikke fijn. Dan leef je weer helemaal op. Dus ik bloeide op. En ik ben weer helemaal blij dat ik weer ben. Heeft u veel reacties gekregen van mensen nadat u geopereerd bent? Heel veel sms'jes, heel veel telefoons en een stapel met mails en brieven. En ik heb alles uitgeprint en alles ligt thuis. Maar het is fantastisch als je dat ontvangt. En van bekend, onbekend, door het hele land heen. Zelfs uit het buitenland heb ik dus berichten gekregen. Ja, dat is toch geweldig als de mensen je nog kennen, dat ze dat met je meeleven. Het was alles een moment dat ik dus heel veel last van die knie had, dat ik veel pijn had. Ja, dan zei mevrouw, joh, er zijn veel ergere dingen. Kijk naar die mails. Die mensen die steunen je allemaal. Zeg, ja, je hebt gelijk. Janne van Nieuwkasteel is een supporter die dus zelf in een rolstoel zit, een elektrische. En die heel veel beperkingen heeft. Daar krijg ik een hele mooie mail van. Hoi, lieve Gerard. Ik las dat je toch een nieuwe knie hebt gekregen. Ik hoop dan ook dat alles goed is gegaan. En ik las ook dat je ondertussen weer thuis is gekomen. Ik zal je dan ook nog een kaartje sturen. Je bent me veel te lief om dat niet te doen. Daarom ook deze mail. Al lees je hem weer in de Kuip, dan zal het wel even duren, maar ik hoop dat je hem goed herstelt.